Iedereen, welkom bij deze webinar Vogelproductiviteit met e-learning. Het is 11 uur, we gaan van start. Mijn naam is Benny van den Berg, ik ben deze spreker tijdens deze webinar en ik mag u komend half uur meenemen tijdens deze webinar Vogelproductiviteit met e-learning. In deze webinar maken we gebruik van de applicatie Zoom en hierin zijn jullie allemaal op mute gezet. Dat voorkomt achtergrondgeluid. Jullie camera's zijn tevens ook uit en die mogen ook gewoon lekker uitblijven. Maar wat jullie wel kunnen doen, jullie kunnen wel vragen stellen via de chat. Stel je vragen tussendoor, dan is dat altijd mogelijk. En dan zal ik het tijdens het webinar of aan het einde van de webinar, zal ik deze vragen dus ook beantwoorden. Mijn naam is Benny van den Berg en ik ben werkzaam bij Kanix. Kanix is een authorized trainingcenter in Autodesk softwareproducten. En wij verlenen dan ook diensten in het trainen, consultancy en detachering. En dat doen wij in de verschillende werkvelden, namelijk bouwkunde en architectuur, werktuigbouwkundige, installatietechniek en de civiele techniek. En sinds begin van dit jaar zijn wij reseller geworden van de Pinnacle Series in de gehele Benelux. Wij hebben dus daarom ook het exclusieve recht om de e-learning content aan te bieden. En dat kunnen we dus nu doen naast onze trainingen. Het e-learning content of de e-learning platform van de Pinnacle Series biedt namelijk een breed scala aan hoogwaardige trainingsfilmpjes. En hierin kun je dus ook vooral kijken naar dus uw productiviteit verhogen door middel van deze e-learning content. Nou, wat wil ik aan jullie laten zien in het komend half uur is namelijk vooral de voordelen van deze e-learning content, de breed scala aan e-learning cursussen dat erin zit, hoe ziet zo'n cursus er precies uit en wat hebben wij als Kanix nou een eigen Kanix content, wat houdt dat in? En uiteindelijk gewoon een demo wat de klant dus daadwerkelijk krijgt, dus wat is Pinnacle in de praktijk. Nou, laten we beginnen met de voordelen. De voordelen als u een e-learning content heeft, is namelijk dat u kan leren op uw eigen tempo. Je bepaalt dus zelf hoeveel tijd je aan een onderdeel besteedt en op welk tempo je dit dus ook leert. Het tijdstip dat u het beste uitkomt, kunt u in de e-learning content dus ook zelf bepalen. En je kan de stof in kleine brokjes dus opdelen. Dus je kan gewoon zelf bepalen op welk tempo, wanneer je iets wil leren en hoeveel je wil leren. Je kan dus ook vooral de onderwerpen pakken die van jou van toepassing zijn. Dus je hoeft niet iets te leren wat je uiteindelijk niet hoeft te leren. Je kan je vooral richten op de onderdelen die je wel wil leren. En het is uiteindelijk zeer goed geschikt als naslagwerk tijdens bijvoorbeeld een training van ons. Of juist als je al wat verder bent in bijvoorbeeld een softwarepakket. Dus het sluit perfect aan op de trainingen of de virtuele trainingen van ons. Wat zit er in die content? Nou, het is eigenlijk de Pinnacle Series biedt eigenlijk een breed scala aan e-learning cursussen aan. Je ziet hier namelijk een tapje Autodesk dat hebben opengevouwen. En dat tapje Autodesk, dat is namelijk, er staan dus alle Autodesk producten staan erin. En het mooie eraan is dat er ook in diverse versies zitten namelijk ook cursussen in. En hoe ziet nou zo'n content er uiteindelijk uit? Nou, er zitten namelijk verschillende leerroutes in. En die leerroutes die bestaan namelijk uit verschillende documenten. Je ziet namelijk onder zo'n leerroute zie je dus documenten staan, video's, opdrachten en quizzen. Die leerroutes die zijn dus bepaald voor bijvoorbeeld Revit. Dan kun je dus kijken bijvoorbeeld, dan zie je dus een Revit basis leerroute, een Revit gevorderd leerroute, een expert leerroute. Maar bijvoorbeeld ook verschillende toepassingen. Als je denkt richting Dynamo of Generative Design, zeg maar, richting die kant op wil, zijn daar ook leerroutes voor. Nou, wat hebben wij als Kanix zijn er dan gedaan uiteindelijk? We hebben dus een eigen content nog gemaakt. En onze eigen Kanix content bevat namelijk van het grote scala dat de Pinnacle Series aanbiedt, eigenlijk een gestructureerd compact onderdeel. En hier licht ik even Inventor uit bijvoorbeeld. Nou, Inventor bijvoorbeeld is opgedeeld in 3 mooie submapjes qua niveaus. Dat aansluit bij onze klassikale cursussen bijvoorbeeld ook. Wat je bijvoorbeeld in de cursussen van de klassikale training bijvoorbeeld krijgt. Hebben we dus ook omgezet naar de e-learning platform. In de Pinnacle Series hebben we dus een eigen content gemaakt. En daar hebben we dus ook die niveaus dus uiteindelijk uitgesplitst. Wat je hierin ziet, zie je namelijk bijvoorbeeld de 3 niveaus die we bijvoorbeeld hebben. Maar daarnaast ook de toepassingen die er binnen zijn, bijvoorbeeld sheet metal of tubes en pipes. Nou, dat hebben wij gedaan voor al onze cursussen die wij zelf ook aanbieden. En zo zie je hier dus ook staan AutoCAD, Civil 3D, Inventor en Revit. En zo ga ik wat meer vanuit in de demo ook wat laten zien.
Nou, hoe werkt het dus in de praktijk? Ik zei het net al, die demo. Daar gaat het uiteindelijk ook om. Wat betekent het nou, die e-learning content? Wat krijgt de klant nou daadwerkelijk? En dat wil ik dus nu ook laten zien vanuit de demo. Als je bij ons die e-learning content bestelt, dan krijg je dus uiteindelijk een inlogscherm voor je. Of in ieder geval, je krijgt je account en dan moet je dus inloggen. Laten we gewoon lekker vooraan beginnen. Stel als ik inlog, dan vul ik hier mijn gebruikersnaam en mijn wachtwoord in. En dan kan ik hier dus uiteindelijk ook inloggen. Wanneer ik ingelogd ben, zie ik namelijk hier mijn homescherm voor me komen. In mijn homescherm zie ik namelijk in mijn header, mijn bovenste balk, ons Calyx logo staan. Maar daarnaast zien we dus hiernaast ook de knop, de home knop staan om terug te keren naar altijd naar je homepage. Dit is dus ook je homepage. Je scherm, als je de boel dus opent, zou je de knopje dus ook aanklikken. Dan ga je daadwerkelijk gelijk terug naar je homescherm. Daarnaast zie je hier het workcenter. Het workcenter is namelijk voor de workgroups. Die kun je dus ook aanmaken. Stel je wil het met collega's gaan doen, dan kun je dus ook zelf samen een aantal workgroups ook dus opstarten. Ook zie je hier het learning center staan. Het learning center is namelijk welke cursussen jij momenteel mee actief bezig bent. Wanneer ik deze dus ook aanklik, ik zal dus ook naar het learning center toe gaan. En dan zie je namelijk hier bijvoorbeeld de maand maart staan. Hierin kan ik dus zelf ook afspraken plannen met mezelf waar ik ergens mee bezig wil of juist onderdelen wil afronden. Daarnaast zie je hier namelijk de cursussen waar ik momenteel mee actief ben. En die kan je namelijk hier dus ook in plannen. Nou, daarnaast zie je nog wat meldingen en notificaties staan. Dus dat ik een cursus heb toegevoegd bijvoorbeeld. Of juist mijn instelling of mijn eigen inlogscherm. Ik ga even terug naar het homescherm. Wanneer ik deze hier ook aanklik, zit ik weer op mijn homescherm. Ben ik weer terug in mijn e-learning content. Hier zie ik namelijk als eerste tab eronder namelijk al mijn cursussen staan. En die kan ik nog even openvouwen. Staan er nog meer in? Heb ik er 6 in staan in dit geval. Nou, hoe kom ik aan deze cursussen? Die kunnen we namelijk zien in onze linker sidebar. De linker sidebar aan deze kant, daar starten we eigenlijk altijd mee. Want die cursussen komen hier niet vanzelf te staan. Die moet je namelijk zelf ook toevoegen. En hoe we deze kunnen toevoegen in onze e-learning content, dat werkt namelijk als volgt. Je ziet hier namelijk hier de cursus staan. Je ziet hier namelijk Autodesk staan bijvoorbeeld. En daar ga ik eerst even op richten vanuit de Pinnacle dan delen. Vervolgens zie je hier ook nog KS cursus staan. Dat is het tweede deel waar ik naartoe ga. Maar eerst begin ik met een stukje Autodesk. Wanneer ik deze hier ook aanklik, zie ik dus ook dat breed scala aan alle onderdelen terugkomen. Wat ik net zei in mijn slide ook al. Je ziet hier namelijk ook de onderdelen terugkomen. Bijvoorbeeld van AutoCAD. Bijvoorbeeld BIM ziet er tussen staan. Civil 3D. Inventor ziet er staan, Revit bijvoorbeeld. Nou, en ik wou me eventjes in deze presentatie gaan richten op het stukje Civil. Wanneer ik Civil 3D hier aanklik, deze, want de cursus heb ik hier nog niet tussen staan en die wil ik graag toevoegen, dan klik ik deze dus ook aan. En wanneer ik deze hier ook aanklik, zie ik hier bovenin Civil 3D Asset staan 2021 tot en met 2012. Je ziet dus ook naarmate de jaren, of ja, elk jaar dat er een nieuwe versie uitkomt, hebben ze dus ook elk jaar een nieuwe update gegeven aan de filmpjes en uiteindelijk dus ook het materiaal. Dus als je 2012 had aangeklikt, zie je dus ook het materiaal vanuit 2012. Hieronder zie ik dus ook de cursus en leerroute staan, waar ik het begin al over aanduidde. De leerpad zie ik hier namelijk staan. Je hebt ook verschillende workflows, documenten en video's bij. Maar die workflows, documenten en video's, die komen uiteindelijk ook weer terug in de learning pad. Dus die ga ik vanuit de learning pads ook laten zien. Als ik een learning pad aanklik, dan zit ik namelijk in de pinnacle onderdelen. En als ik in de pinnacle onderdelen zit, dan moet je altijd wel even goed kijken. Maar wat je hier ziet, is bijvoorbeeld hier Civil 3D, de basis. Stel, ik heb nog geen Civil 3D kennis en ik begin met Civil 3D. Ik wil graag weten hoe dat werkt, hoe het eruit zit. Dan moet je altijd beginnen met een fundamental cursus, oftewel Civil 3D fundamentals. Er zitten daarin 16 cursussen, dus 16 hoofdstukjes, zo kan je het zien. En die kan ik dus ook aanklikken hier. Wanneer ik deze hier aanklik, dan gebeurt er namelijk het volgende. Dan zie ik namelijk dat ik in een cursus kom en die cursus die dien je altijd nog even toe te voegen. Nou, wat moet de klant dan doen uiteindelijk? De klant die kan namelijk hier de cursus toevoegen door op Enroll this course te klikken of Enroll dus Enroll All. En dan zie je namelijk dat deze hele cursus wordt toegevoegd. Wat ook kan, stel je denkt ik heb graag één onderdeel dat ik wil weten. Ik wil graag weten bijvoorbeeld hoe de surfaces eruit zien. Kan ik ook enkel alleen bijvoorbeeld de surface toevoegen. En dan komt die ook in jouw hoofdmenu te staan. Nou, in dit geval zou ik heel graag alles willen toevoegen. Nou, ik klik op deze en rol al. Kan ik hier nog een datum invullen wanneer ik deze wil af hebben? Nou, ga
ga ik vandaag niet voor. Ik klik namelijk deze aan. Dan komt hij dus ook in jouw agenda te staan wanneer je dus hiermee bezig kan. Maar ik ga deze even verder klikken. Nou, nu zie je ook dat al deze cursussen worden toegevoegd. En dan zie je namelijk hier ook dat je naar deze cursus toe kan gaan. Nou, dat kan ik vanuit deze view doen. Maar laat ik dat eventjes vanuit mijn homescherm doen. Want als ik de volgende keer deze cursus wil doen, wil ik ook weer naar hetzelfde cursus kunnen. Nou, als ik even op mijn homescherm klik, dan zie ik nu inderdaad dat onder mijn cursussen zie ik namelijk mijn cursus toegevoegd worden. Namelijk, er staan er nu 7 en hier zie ik namelijk Civil Read erbij staan. Nou, hoe ziet de cursus er nou daadwerkelijk uit? Die kan ik namelijk hier aanklikken. En dan zie ik namelijk dat ik hier, als ik een cursus open, dat ik namelijk standaard hier een intro krijg. Hoe lang duurt de intro? Nou, de intro duurt in dit geval 35 minuten. Hier heb je een kleine omschrijving staan ervan en wat voor onderdelen je uiteindelijk gaat leren. Nou, wanneer ik dus iets wil weten over de surveys, heb ik net verteld, dan kan ik deze dus hier ook aanklikken. En dan gaat hij dus ook naar de surveys toe. Eerst een introductie. Hij duurt dus uiteindelijk 55 minuten. Wat zit erin? Wat voor materiaal hebben we? Nou, dat ga ik nu laten zien. Je hebt hier dus een omschrijving staan. Je hebt hier wat je gaat leren. Bijvoorbeeld work with surveys in Civil Read. Of juist dat je de data kan editen. Of de surveys definitie kan editen. Die zie je daar dus ook tussen staan. Hoe werkt het nou een beetje? Nou, je kan dus hier heb je een kleine introductie. Vervolgens kan je dus hier de filmpjes gaan kijken. Hier zie je dus een filmpje staan. Hier zie je dus een filmpje staan. En dan kan je alle filmpjes dus bekijken. Nou, als je al deze 8 filmpjes hebt gekeken en je hebt de kennis ervan opgedaan, dan kan je namelijk daar ook een opdracht bij gaan maken. Je ziet dus hier namelijk ook de opdracht erbij staan. En hoe werkt het nou met zo'n opdracht? Nou, je kan zo'n opdracht gaan maken en dan kan je dus ook de onderdelen maken. Wat je hier ziet, bijvoorbeeld, hier zie je een omschrijving staan wat je moet doen. Je moet dus eerst, als je een opdracht gaat maken, moet je eerst trouwens de startview downloaden waar je dus in de software mee kan gaan werken. Dus hier zie je namelijk de 2 surfaces staan, Imperial of Metric, dus met inches of meters. Zo kan je het eigenlijk een beetje zien. En die ga ik zo ook laten zien in het tweede voorbeeld. Wanneer je deze hebt gedownload, dan download je dus die startfile en dan kan je dus hier de opdracht gaan uitvoeren. Namelijk create a surface, name it existing ground, die zie je daar staan. Nou, zo kun je namelijk al deze onderdeeltjes maken. En als je al die onderdelen hebt gemaakt, je hebt de kennis ervan opgedaan en je snapt hoe het in de praktijk werkt, dan kun je ook nog je kennis testen met een soort van quiz. En die kennis hier ook gaan starten. Dan zeg je take the quiz. Krijg je de eerste vraag? Nou, en als je de eerste vraag je krijgt, dan kun je dus hier een antwoord op geven. Als je verder gaat, dan kan ik dus verder kijken op deze. Op home ga ik even terug. En dan zie ik namelijk hier deze staan in het volgende voorbeeld. En dan kan ik deze hier laten zien, de Canis content. Wat zit daar dan in? Daar zit dus onze content vanuit onze cursussen dus ook in. Hoe wij hem zelf hebben opgedeeld. En als ik dan naar de toepassing Revit ga, daar zie ik namelijk onze Revit onderdelen onder staan. En dan zie ik bijvoorbeeld 5 learning pads bij staan. Waar ik deze hier dus ook aanklik, die 5 learning pads. Deze bijvoorbeeld, daar zie ik namelijk, die 5 learning pads, zie ik namelijk hier Revit Architecture Fundamentals staan. Dus de basis ervan, zeg maar. Nou, die hebben we dus ook bovenaan staan. We hebben ook een structuur in aangebracht, wat wij bij onze cursus dus vinden passen. En in de basiscursus van ons krijg je deze onderdelen in de klassikale training dus ook terug. Dus dat wij in de e-learning content hebben staan, komt daadwerkelijk dus ook overeen met de klassikale cursus. Dus je zou het ook zelf kunnen uitvoeren. Daarnaast zie je dus ook hier de intermediate onderdeel staan. En dan laat ik zo even verder gaan met de eerste cursus in onze Calix content. En dan zie je dus ook dat hij als volgt is opgebouwd. De structuur is herkenbaar vanuit de Pinnacle series. En dan zie je namelijk hier de basis staan. Nou, ik wil vandaag graag wat meer weten over de introductie. Dan kan ik de introductie bekijken. En hij werkt dus als volgt hetzelfde als bij de Pinnacle series. Je kan hem eerst dus enrollen. Dus dat ga ik eerst even doen. Voordat ik naar de introductie ga. En dan kan ik hier dus naar de introductie gaan bijvoorbeeld. En dan kan ik deze dus ook aanklikken. Go to course. En dan gaat hij dus ook naar die cursus dus ook toe. Nou, de introductie komt dus overeen wat wij bijvoorbeeld ook hebben in de basiscursus. Bijvoorbeeld een stukje BIM overview. En dat zie je dus hier ook in terugkomen. Waarom zou je dus met Revit aan de slag gaan? En hoe werkt dat verder in de praktijk? Je ziet hier ook nog een dataset bij staan of een zipbestandje. Die zou ik zo nog even laten zien.
Daarnaast zie je hieronder nog bijvoorbeeld ook de essential skills. Dus het scrollen, het pannen, het zoomen. Zulke dingetjes komen erin terug. Maar ook hoe wij in de cursus starten met het opbouwen van wanden. Daarna gaan we de vloeren modelleren. Daarna gaan we de daken maken. En zo worden die onderdelen allemaal opgebouwd. Heb je de vloeren, wanden, daken staan, wil je misschien wel een room schedule gaan maken of een room uiteindelijk ervan plaatsen. Dan kun je deze dus ook aanklikken. En dan ga ik dus ook naar de room course. Even uitleggen hoe dat nou weer in elkaar zit. Je ziet hier namelijk het volgende staan. Nou, het duurt 13 minuten. En soms duurt het ietsje langer, dat kan ik me best voorstellen. Maar het materiaal is voor 13 minuten uiteindelijk. En wat je hierin ziet, zijn namelijk, je ziet hier namelijk de filmpjes in staan. En dan zie je namelijk ook de opdracht erbij staan. Deze. Wat gaan we doen in deze opdracht? Je kan hier namelijk de rooms kun je gaan plaatsen. Dat is namelijk deze moet ik hebben trouwens. En dan zie je namelijk hier de filmpjes erin staan, die twee. En hier zie je namelijk de opdracht nog uiteindelijk staan. En wanneer je deze dus ook aanklikt, de opdracht, dan zie je dus ook hier een zipbestandje bestaan. Nou, dan kun je dus hier weer drie filmpjes gaan kijken. En dan zie je uiteindelijk hier dus ook de volgende opdracht staan. Nou, en ik had beloofd om ook nog een opdrachtje te laten zien. Nou, hoe ziet zo'n opdracht er nou uit? Je kan de zipbestandje hierin downloaden. Wanneer je deze aanklikt, dan krijg je dus een zipbestandje dat er als volgt uitziet. Namelijk zo, zoals deze hier. Ik zal hem even groot maken. En dan zie je dus ook de 19 versie in staan met Imperial erachter. Of juist de 19 versie met Metric erachter. Die kun je dus daar ook in zien. 20 versie en de 21 versie. Nou, ik heb zelf momenteel ook de 21 versie dus ook hier even openstaan. En ik wil graag dit bestandje dus ook openen. Nou, je kan dus hier ook aanklikken. En als je de opdracht dus wil gaan maken, dan kun je dus ook dit bestandje dus bij openen. En dan zie je dat hij er ook komt. En dan zie je dus ook dat hij hier de opdracht geopend wordt. Dus nadat ik de filmpjes heb gekeken, kan ik dus ook een opdracht maken. En dat is deze opdracht dus. Je krijgt dus altijd een standaard starttemplateje om te starten met je opdracht. In deze opdracht moest ik dus ook rooms gaan toevoegen. Die kan ik dus vinden onder architecture. En dan zie ik hier dus ook rooms staan. En als ik deze wil toevoegen, kan ik hier bijvoorbeeld, nou, het is geen office, ik zal hem dan even correct ook nog noemen. Toilet. Apply. En dan kan ik hier dus ook mijn toilet plaatsen. Nou, ik zal niet heel veel van deze onderdelen laten zien. Dat is voor nu van met de toegevoegde waarde. Maar zo kan je dus ook je opdrachtjes maken nadat je dus ook de filmpjes hebt bekeken. Dus hoe ziet de opbouw er daadwerkelijk uit? Je hebt altijd een introductie, dan de filmpjes en dan heb je dus een opdracht. Heb je de opdracht gemaakt, kan je dus uiteindelijk ook een quiz maken. En die staat namelijk nu hier, de quiz, kan je dan ook starten. Als je deze quiz hebt gemaakt, dan ben je dus ook klaar. En dan kun je dus ook naar de volgende gaan bijvoorbeeld. En je kan dus uiteindelijk steeds verder gaan. Je zag net al, de onderdelen die ik heb gemaakt en die ik heb bekeken, komen dus ook vinkjes bij te staan. En dat zijn dus straks ook de procenten die er uiteindelijk ook uitkomen, hoe ver jij dus uiteindelijk ook bent. Dus je moet ook echt de filmpjes hebben gekeken om vervolgens dat vinkje te kunnen krijgen. Ga ik even terug naar mijn homescherm. Gaan we even verder met de indeling. Hier zie je dus alle cursussen staan. Hier zie je de cursussen die jij hebt toegevoegd staan, die je geenrolled hebt. Je ziet hier de workgroup staan. En bovenin, die heb ik nog niet verteld, is namelijk deze. Je kan ook zoeken. En dat is perfect voor naslagwerk. Of je bent een keer ergens, loop je ergens op vast en denk, hey, ik wil graag weten hoe ik iets moet maken bijvoorbeeld. Stel, ik zou heel graag weten hoe bijvoorbeeld een room schedule eruit ziet. Dan kan ik namelijk deze bijvoorbeeld ook opzoeken. Wat ik zelf nog wel eens wil doen, is bijvoorbeeld het softwarepakket erbij typen. Dan kan ik namelijk ook zoeken hoe die namelijk eruit komt. En als ik deze dus ook aanklik, het softwarepakket, zie ik bijvoorbeeld, nou, hier zie ik Revit Room Schedule staan. En dan zie ik dus ook de onderdelen die hierin terugkomen. En dan zie je al dat hij best wel veel op die Revit-term bij mij momenteel zoekt. Maar daarvoor hebben we dus ook de slimme filters erin zitten. Dus laat ik even Revit dan weghalen. En laat ik die hier in de filter dan ook gewoon Revit 21 even aanklikken. Dan zie ik hier Revit 21 staan. Er staan dus 19.500 items onder ongeveer. En dan kan ik Revit 21 dus ook aanklikken. En dan zal hij dus ook opnieuw gaan zoeken naar bijvoorbeeld die Revit schedule. En dan komt hij dus ook gelijk bovenin als een instructievideo. Dus het is ook heel mooi te gebruiken als bijvoorbeeld een soort van naslagwerk. En dan kun je deze dus ook aanklikken. Dus dat hebben we net behandeld. We hebben net het stukje gezien over de
indeling. Dus hier kun je dus altijd een cursus aanklikken en enrollen. Komt hier bij te staan. Kan je hier dus ook altijd je cursus aanklikken die je wil maken. Bijvoorbeeld Revit Architectural. En dan zie je dus hier de indeling staan. Nou, dat is eigenlijk de indeling vanuit Pinnacle en hoe het een klein stukje werkt. Wil je later meer weten over een stukje demo en indelingen en zulke dingen, kun je altijd bij ons terecht. En ik zal even teruggaan naar de PowerPoint. Dus dat is eigenlijk een stukje demo wat we tot zover hebben. Kun je altijd verder in kijken. We willen altijd nog meer uitleggen. En ja, wat hebben we net eigenlijk een beetje behandeld? Ja, het is eigenlijk een heel groot aanbod wat je ziet staan. Alles wat je daar zo ziet en qua cursus heb je ook toegang tot. Dus alle onderdelen die je hier ook tussen zag staan, die kan je dus ook gebruiken. Dus alle onderdelen die je hier in je homescherm ziet staan, krijg je Pinnacle. Dan krijg je niet alleen AutoCAD, nee, je krijgt dus alle onderdelen die je hier dus ook ziet staan. En dat maakt het mooie, en dat maakt eigenlijk wel een heel mooi samenvattend geheel. Want namelijk, je krijgt namelijk echt een breed scala. Het is niet één onderdeel. Nee, je krijgt gewoon alles. En je mag er helemaal in opgaan wat je zelf wil leren. Dus de diversiteit van leren, die bepaal je ook zelf. Het is heel divers. Maar je bepaalt zelf wat je gaat doen. Het is super handig om het eigen tempo te werken. En ja, zelfs voor iemand die begint, is het eigenlijk perfect voor een basiscursus te doen. Maar later ook, als je wel wat verder bent, perfect als naslagwerk uiteindelijk ook nog. En het is ook heel goed te matchen met bijvoorbeeld een klassikale training van ons. Want Calix content vertelt namelijk exact de onderdelen die wij in de trainingen klassikaal dus ook behandelen. Dit was hem eigenlijk alweer. Je kan bij ons dus ook die e-learning content dus ook bestellen. Je kan hem boeken. We willen ook altijd wat meer over vertellen als je nog vragen erover hebt. En wat de mogelijkheden binnen zijn. En zeker als je een keer wil kijken en look and feel zal het altijd wel kunnen. Zijn er tot zover nog vragen? Dan kun je deze stellen in de chat. Femke vraagt aan mij, hoe lang heb jij toegang uiteindelijk? Nou, heb je namelijk een jaar lang een licentie. Dus je kan een jaar lang van deze onderdelen gebruik maken. Dus je licentie is ook een jaar lang geldig uiteindelijk. Dan wil ik jullie bedanken voor jullie belangstelling, jullie aandacht. En dan zeg ik graag tot ziens. En als je nog meer vragen hebt, neem dan ook vooral contact met ons op. Want we zijn altijd al bereid om meer erover te vertellen.